Hey, goedemorgen. Leuk dat jullie allemaal naar dit filmpje kijken. Vandaag ga ik jullie een dagje meenemen, want vandaag ga ik allemaal hele leuke blogdingetjes doen. Vanmorgen gaan we namelijk eerst de goodiebags voor Jalfest vullen, samen met het hele Best of YA promo team. Vanmiddag gaan we een filmpje maken voor het nieuwe boek De Appeltaart van Hoop. En vanavond ga ik met mijn eigen blogteam eten in Utrecht. En s'avonds ga ik misschien nog iets cools doen, maar dat weet ik nog niet zeker. Dus jullie kunnen een dagje meekijken. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Vandaag neem ik mijn promoteam tas mee met allemaal foldertjes erin. Oplader, telefoon. Hierin zitten boeken en dingen voor het opnemen. Laptop. En niet te vergeten een make-up tasje. Want dat is altijd handig om mee te nemen. En nog een paraplu, want je weet het maar nooit. Yes. Hoi, wij zijn Jikke, Joost en Anouk en wij zijn nu goodiebags aan het vullen. Deze kunnen jullie jammer genoeg nog niet zien, maar we weten zeker dat jullie ze heel tof gaan vinden. Maar jullie kunnen ze wel zien op 24 april. Oh, dat zeg ik natuurlijk. Oh. Maar die kunnen jullie wel zien op zondag 24 april bij Jalfest. Woe, kom maar! Zo, hallo. Oh, Rees heeft zijn mond nog vol. Nou, dat had ik het vertellen. Altijd eten in zijn mond, die Rees. Daar is Joost. Wij hebben de goodie bags vol. Woe! Echt... Nee, ik heb echt de laatste 100 of zo meegeholpen alleen. En hoeveel goodie bags waren dat? 200. Oh, ik weet niet hoeveel het er waren. 500. 450. Ja, nee, ik bedoel in totaal zijn het 450. Maar ik bedoel, ik heb maar met de laatste paar geholpen. Hoe was de volgorde van de boekopener? Het was Nanook, Nanook, van boven naar beneden is Nanook, Reza, Joost, Kikker. Oké, okay. Ja, dat is goed. Dan loop ik ook gewoon, dus doe maar gewoon als op. Maar zie je het wel niet meer? Makkelijk. Ik moet wel iets verder naar beneden dan Joost. Ja, maar nog, meer, niet... nog meer, ja. Nog meer. Ja, dat is ja. Goed. En er is meer. Er is meer dan alleen de buitenkant. Ja, zeker, want de binnenkant is ook zeker een parel. Wat is de goeie tegen shopping? Wow. Ja, oké. Niet alleen. Moet ik het herhalen? Ja. Oké. Looper. Hoezo was het zo slecht? Ja. De binnenkant is ook een pareltje, zoiets. Ja, dat was de binnenkant is ook een pareltje. En ik ben een 50-jarige man met botox en een gebruinde huid en te witte tanden. Ga verder. Echt geplopt. Hey! Hoi! We hebben net een heel leuk filmpje opgenomen om de appeltaart van Hoop te verkopen. En we hebben dat met heel veel liefde gedaan. Dit filmpje staat sinds vanmorgen al op YouTube, dus je hoeft alleen maar in het linkje hieronder te klikken en dan kun je dat filmpje bekijken. Zeker. Lekker. Wil je er nog iets over vertellen? Het is een heel geweldig boek, lees het. En kijk deze taart! Oh my god! Ik wil nog een stukje eigenlijk. Cool. Ja, echt stiekem lekker. Stiekem gaan we gewoon echt de taart opeten. Nu. Ja. Ja. Doei. Dus ik ga zo weer verder, want ik ga nu naar het station om mijn bloggers op te halen, want anders zijn die verdwaald. Dus ik zie jullie zo. Ja, de onderste avond. Dat is Aranka. Dat is Frederik. Ja. En Rebecca. En ik ben Anouk, maar dat wisten jullie al. We gaan nu eten, we hebben Stairway to Heaven en Julia kon helaas niet komen, maar kijk. Dit was 0,2 seconden ijs. Maar nee, het is... Super. Nee, dat duurde. Just making sure. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Zo'n bier, echt zo. Oh. Zo onverantwoordelijk. Ik ga even filmen hoe je gaat eten. Awkward. Nee, gaat niet. You got this. Oh. Laat ik de camera er even aan lens op. En nu gaan. Dat is de rekening. We gaan Rebecca en Frederik en Aranka allemaal even iets intellectueels vertellen voor mijn vlog. Dus here we go. Oh, begin maar aan die kant hoor. Ja. Heb je nog een aanrader van een boek of een film of een serie? Oh, wow. Iets spannends wat je meegemaakt. Ik kom er wel heel erg opeens over. Ja, denk erover na, Rebecca. Ja, en Nanook vindt het heel leuk om dan echt zo bij hem. Ja, let, dikke te. Nee, ik put veel aan. Donuts met roze glazuur. Dat is mijn tegenwoordige obsessie. Ik denk dat jullie samen heel erg gelukkig worden. Ik weet, het is verslavend, maar je moet jezelf soms inhalen. Oké, okay? Het is niet goed voor je, maar ik raad het wel aan. Dus... Treat yourself. Ja, precies. Oké, nu ga ik een echte film aanraden, ja.
rekening. Oh my god, hoe moet ik dat opvolgen, jongens? Vertel eens over wat we in mei gaan doen. Wat gaan we in mei doen? Een hele Marvel maand, oh mijn god. En vertel eens, waarom hou je van Marvel? Waarom hou ik van Marvel? Dat kan ik niet uitleggen, denk ik. Ik hou van Marvel omdat het allemaal idioten zijn die op film vastgelegd worden en basically... terug van mijn etentje en van een hele toffe dag. En ik heb jullie nog niet eens een van de coolste dingen laten zien. Kijk! En dit is niet zomaar een hardcover. Dit is het gesigneerde exemplaar van Klaas Swart. En deze heeft Rebecca voor mij meegenomen uit Amerika. En ik ga jullie even laten zien hoe de gesigneerde pagina eruit ziet. Gesigneerd. Oh my god. Yay. Ik zal hem nog even op Instagram zetten, zodat je het beter kan zien. Sorry voor het crappy light. Mijn lampje is kapot. Dus je ziet het niet zo goed. Maar ik heb een onwijs leuke dag gehad. En ik hoop dat jullie het leuk vonden om een dagje mee te kijken. Ik hoop dat ik de volgende keer een uitgebreider vlog kan maken. Maar vandaag waren we gewoon zo intens druk met alles bezig. Dat het er niet helemaal meer van gekomen is. Maar ik hoop toch dat jullie het leuk vonden. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Doeg!